Hallo, vandaag wil ik het graag hebben over gehoord worden. En het ligt voor de hand dat je het dan hebt over hard en zacht. Zacht spreken wordt over het algemeen geassocieerd met beschaafd, bescheiden, beheerst en ook intelligent. En hard spreken komt er een stuk minder goed vanaf. Dat is vaak onbeheerst, opdringerig en ook boos. Dus veel mensen hebben moeite met luider spreken. Toch is het zo dat als je werkt met een groep van 5 mensen of meer, dat het belangrijk is dat je afstand kunt creëren in je stem. En dat het voor iedereen makkelijk verstaanbaar is. Ik heb over hard en zacht 2 tips. Zacht spreken doen veel mensen door hun stem in te pakken en te verhalveren als het ware. En dan krijg je een soort hees geluid. Dat is weliswaar zachter, maar het klinkt ook intiem. En die intimiteit of liefheid, die is eigenlijk niet zo van toepassing. Dus probeer om die zachte stem toch helder te houden. Dan ben je weliswaar zacht, maar ook zakelijk. Over hard spreken, dat gaat erom dat je niet alles krapper maakt en je wenkbrauwen optrekt en je kin optrekt en je ademdruk versterkt, zodat alles krapper wordt en dat je lekker hard kan duwen. Maar je maakt ruimte en je laat de stem in de ruimte klinken. Dat kun je het beste oefenen in de auto. En dan zeg je tegen jezelf, en nou wil ik rechtsaf. En dan kom je ergens. Oefen dat. Ik ben Elisabeth Ebbink en ik ben stemcoach.